Ik ben Christiaan Heijderijk. En als ik burgemeester van Hoorn was, dan zou ik beginnen met al die rotzooi die wethouder, die Jacques van Es, heeft veroorzaakt in de afgelopen 12 jaar. Om dat weer allemaal scherp te zetten. Allemaal weer goed te maken. Die man die heeft meer kapot gemaakt als er in de afgelopen 50 jaar overeind is gekomen. Misschien dat we met een hele hoop inzet weer een beetje natuur terug kunnen krijgen in Hoorn. En weer een beetje cultuur kunnen terugkrijgen in Hoorn. Wat kwetsbaar is, is in de afgelopen 15 jaar is vernietigd. En het is alleen nog maar een kwestie van geld. En poen is niet het belangrijkste in Hoorn. Het belangrijkste in Hoorn is dat we een warme cultuur hebben waar we met elkaar kunnen leven. Dat de panden niet leeg staan, maar dat panden gebruikt worden. Dat het niet allemaal een wedstrijd is over wie het duurste en het mooiste plekje op deze aarde heeft. Maar dat we met elkaar een gezellige, levende stad hebben. Ik denk dat dat het belangrijkste is om mee te beginnen. Nou, ik denk dat je dan voorlopig al een tijdje bezig bent als burgemeester. Dank u wel.